Steven, het staat te gebeuren. Het gaat gebeuren. We hebben lang moeten wachten. Maar het gaat de moeite waard zijn, of niet? De Tourstart. Ja, dat gaat zeker de moeite waard zijn. Dat is natuurlijk toch een beetje... Het hele jaar ligt het eigenlijk stil. We hebben maar een aantal wedstrijden mogen bekijken. En daar zijn de resultaten uit voortgevloeid. En dan krijg je een soort favoriet. En favoriet is in dit opzicht Primoz Roglic van de Jumbo-Visma-team. Maar gaat hij ook de Tour winnen? Dat ja. Is natuurlijk... Gaat hij ook de Tour winnen? Dat, hij is een kanshebber, laat ik het zo zeggen. Maar er zijn meer kanshebbers. Wie is de allergrootste kanshebber? In mijn oog is het denk ik toch Egan Bernal van Ineos. Maar natuurlijk ben ik ook een favoriet voor de Nederlander. En dat is Tom Dumoulin, die toch heeft laten zien de wedstrijd die hij heeft gereden. In een opkomende conditie en vormpeil is gekomen en 3 weken... Heeft hij ook al bewezen. De Ronde van Italië weten te winnen in 2017. En de Tour al een keer tweede is geworden. Ja, ik zie hem ook een kandidaat top 3. Hoe moet je dat managen? 2 kopmannen in 1 ploeg. Hoe moet je dat managen? Stel dat jij bent ploegleider. Hoe ga je dat doen? Nou, die moet ten eerste ervoor zorgen dat ze allebei de kansen krijgen om het klassement in te rollen. En dat ze ook die kunnen verdedigen. Hoe doe je Daar dat? Heb je de rest omheen. Ja, nee, ze moeten elke dag laten zien dat ze de vormpeil hebben die ze verwachten. En die ze ook vast kunnen houden. Ja, dus kunnen ook valpartijen ontstaan, waardoor uiteindelijk 1 van de 2 achteruit wordt gezet. Hopelijk gaat dat allemaal niet gebeuren. En dan moet je in de laatste week, want in de laatste week zijn de echte calls die zich opdienen. Tot de laatste dag is er nog een bergtijdrit. Dus ja, hoe dichter je bij elkaar blijft in het klassement... Zal er toch op een gegeven moment 1 de beste zijn. En die moet op de laatste week zeg maar, alle kansen krijgen om de top van het klassement te beheersen. En het liefst natuurlijk de eerste plaats. Noemen ze een outsider? We hebben nou Roglic gehad, Dumoulin. Carapaz. Carapaz zou niet de Tour rijden. Zou een ronde van Italië helemaal naar voren geschoven worden van hetzelfde team Ineos. Maar door Chris Froome, die niet in goede shape is, en Geraint Thomas... Ook van Ineos, ook niet in shape, hebben ze die thuis gelaten. Hebben ze Carapaz uiteindelijk in die ploeg gezet. En die heeft natuurlijk al bewezen dat hij 3 weken op een hoog niveau kan presteren. Dus de vinger uit de hoed, Carapaz. Gaan we Mollema nog zien? Mollema gaan we zeker zien. Die heeft natuurlijk ook een geweldig voorjaar al afgetekend laten zien. Maar die is ook een renner die al 3 keer bij de top 3 in de Tour heeft gereden. En uiteraard... Met deze omstandigheden, we zitten in september, hè, het is nu in augustus, maar we gaan naar september. Temperaturen zijn aangenamer. Er zullen hier en daar ook misschien wel regendagen zijn. En daar kan Mollema ontzettend goed tegen. Dus ik geloof zeker dat Mollema een kans maakt om in de top 10, misschien wel top 5 te eindigen. Maar voor het podium acht ik de kans heel erg klein. Tot slot vandaag, wie pakt het in Nice? Wie pakt de eerste gele trui? Wout van Aert. Ik vind Wout van Aert is de man in shape in het voorjaar. Met de overwinning in Milaan-Sanremo. Dus ja, weet je. Die man heeft zo'n goede conditie en zo'n goede vormpaal. En goed team om hem heen. En het zijn 3 omlopen waarvan dezelfde beklimming elke keer beklommen moet worden. En de finish is natuurlijk uiteraard vlak. Maar de echte sprinters die er op dit moment bij zijn... Die hebben dan denk ik net iets te veel kruid moeten verschieten om daar in de eerste groep te kunnen blijven. En Van Aert is dan wel het mannetje die dan in de sprint de power nog heeft om dat te kunnen laten zien. Dus ik verwacht Wout van Aert zeker op het podium.